welkom bij een nieuwe video. Dit is mijn opgemaakt filmpje van de maand januari. Het is niet veel. Ik weet niet hoe het komt, maar het is gewoon niet zoveel. Ik denk dat ik weinig restjes had. Ik was bezig met afstuderen, dan ga je minder uitgebreid in bad. Doe je ook je gezichtsverzorgingsroutine minder. Niet goed, maar het gebeurt wel. En het is denk ik logisch dat op het moment dat jij druk hebt, dat je dan iets minder met je uiterlijk bezig bent. Anyway, ik ga snel beginnen, want ik hoop dat dit gewoon eens een korte video wordt van 10 minuten. Maar dat gaat mij niet lukken. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Ik begin met iets redelijk bijzonders wat ik heb opgemaakt. Dat is deze Katy Perry parfum. De Killer Queen, de rode variant, is mijn eerste parfum ooit dat ik opmaak. En ik vond hem zo lekker als dat in mijn handtas. En ik heb hem iedere dag eigenlijk gewoon naar stage gedragen. En zodoende is hij opgegaan. En hij rookt lekker zoet en warm en vrouwelijk en heerlijk. Tweede, ook best wel bijzonder product. Oh, kijk dan. Ik ben er trots op. Is deze Balea Body Cream Shea Butter. Helemaal op voor de ongelovige Thomas onder ons. Hij rookt heel lekker warm. Lekker dunne substantie. En voor maar 1,95 in Duitsland. Hartstikke prima. Gezichtsproducten gaan we dan maar over. Want dit is het enige, misschien kun je voorstellen dat dit het enige bodyproduct is dat ik heb opgemaakt. En in ieder geval, ik heb een micellair reiniger opgemaakt. Dit is de Garnier met olie. Ik vind de roze versie fijner. En dat heeft vooral te maken met mijn ogen die olie niet zo leuk vinden. Ik heb hem wel opgemaakt, maar ik koop niet opnieuw. Een tonic van Balea. Dit is voor de gevoelige en droge huid. Ik heb geen droge en gevoelige huid, maar dit is de enige tonic van Balea zonder alcohol. En ik hou niet van alcohol in mijn verzorgingsroutine überhaupt niet. En deze is 75 cent in Duitsland. Ik heb nog even andere tonics, maar als die op zijn, wie weet. Hoewel ik die van Olaf nou echt wel top vind, toch? Nog iets van Balea en ook iets voor het gezicht is deze reinigingsschuim. Deze was voor de gemengde huid. Nou, ik heb een gemengde tot vette huid zelfs. En ja, deze was gewoon heel goed daarvoor. Er zit salicylzuur in, niet helemaal bovenaan. Er zit glycolzuur in, ook niet helemaal bovenaan. Maar ik merkte gewoon dat hij goed was voor mijn gemengde huid. Dat hij daar ja, toch wel een beetje tegen hielp, zeg maar. Heb ik nog meer gezichtsproducten? Ja. Ik heb twee maskertjes. Van Sephora het eye mask met de roze geur. Ik vond hem best prima. Mijn huid rondom mijn ogen is super gevoelig en heel erg ja, snel pijnlijk en zo. En de rest is vet, maar dat is gevoelig. En ik vond hem eigenlijk heel prima. Hij prikte niet en meestal doen dat, dit soort maskers dat toch wel. Dus dat vind ik wel goed. Dan hebben we de Garnier Anti-Pikkel tegen puistjes. Prima spul. Echt heel goed ook voor mijn vette huid wederom. Dan haarproducten. Dit waren gezichtsproducten. Ik heb een Syos Keramide masker opgemaakt. 1 minuut masker gebruikte ik vooral als ik mijn haar conditioner only ging wassen. Dus zonder shampoo en alleen conditioner erin. En mijn kam er doorheen te krijgen. Prima spul. Ik heb een shopverbod, anders kocht ik hem nog wel een keer opnieuw. En ik heb nog 1000 1 minuut maskers staan. Geen 1000, maar een stuk of 5. Vind ik ook al veel. Auw, ik weet niet wat ik deed. De John Frieda 10 Day Tamer. Dit was dus het product wat je in je haar moest doen en wat 10 dagen moest helpen tegen het pluizen met 5 keer wassen tussendoor. Hij werkte heel goed tot 3 dagen tot ik mijn haar ging wassen en dan was het effect weg. En hij beloofde dus dat hij tot 5 wasbeurten moet houden. Hij is best duur, 10 tot 20 euro. En ik koop hem dan ook niet opnieuw. Dit, ja, het was wel fijn voor die 3 dagen. Maar je hebt best veel nodig. En dan is het toch best wel duur. Gliscuur anti-klitspray. Deze maak ik iedere maand wel eentje op. Maak ik iedere maand wel eentje op. Nou, doe ik het toch weer. Deze maak ik iedere maand wel eentje op. Ja. Maar deze vond ik niet zo fijn. Het hielp niet zo goed tegen de, voor de kleur hielp het niet fijn. En het maakt mijn haar niet zo zacht als andere anti-klitsprays. Dus deze komen niet opnieuw. En ja, ik heb hem wel opgemaakt, maar met pijn en moeite. Nog een haarproduct. Ja, ik ben losgegaan op de haarproducten. Maar meestal als ik weinig opmaak, zijn het altijd wel veel haarproducten in verhouding. Ik weet niet. Nog iets van Gliscuur ook. Het Serum Deep Repair. Extreme Repair zelfs. Deze hielp heel goed. Maar ik ben die van Bioshellac aan het opmaken. Of aan het gebruiken. Niet opmaken, want ik wil ze niet opmaken. En daarom ben ik al deze andere serums op aan het maken. Maar hij was wel gewoon
hartstikke fijn eigenlijk. Ik wou zeggen prima, maar ik vond hem meer dan prima. Ik vond hem goed. Dan hebben we nog één haarproduct. De André Lon Repair & Shine haarmasker. En deze vond ik zo fijn. Dit vind ik zeker een van de betere haarmaskers uit de drogist. Ik wil ook nog zo graag die shampoo en conditioner. Maar ik heb een shopverbod en daar staat niet letterlijk in dat ik geen shampoo meer mag kopen. Maar ik moet er wel met mate zuinig mee zijn dat ik niet te veel koop. En ik wil er dus nog even mee wachten tot ik wat heb opgemaakt. Maar deze vind ik zeker een aanrader. Echt heel goed. Dan badproducten. Ik maakte dit ding van Knijpop. Dit zijn badkristallen. Hartstikke fijn. Ik heb er 2 keer mee gedaan. Rook lekker bloemig. Ja, vooral lekker bloemig. Heel erg lekker voor 's avonds in bad gebruiken. Ook een beetje een comfortgeur. Chia oil. Geen idee. Maar hij was heel erg fijn. Misschien koop ik hem in Duitsland nog wel een keer opnieuw. Dit was badzout, had ik dat al gezegd? Weet ik niet. Nog iets voor in bad. Ik zie trouwens dat ik een haarproduct vergeten ben. Maar dat doen we dadelijk. Is dit deze badolie van Knijp. Vinde Duine Balance. Balance. Ik heb geen idee hoe je dat op zijn Duits uitspreekt. En deze rook zo lekker ontspannend. Oh, ik heb deze zo graag gebruikt voor in de avond. Echt hartstikke top. Nog iets voor in bad is dit. van Zwitserland. Ben jij een baby, vrouwtje? Nee, ik ben geen baby. Moet jij ons iets vertellen, vrouwtje? Heb jij een baby? Nee, ook niet. Ik wil er alleen. Maar goed, ik heb eerst nog maar eens een vent krijgen. En Zwitserland schuimbad. En deze vond ik zo lekker. Ook voor in de avond helemaal ontspannen en helemaal zacht. En ik heb er nog een fles van staan. Dan heb ik nog een doucheproduct opgemaakt. De Yves Rocher Exfoliating Shower Gel in de geur mango en koriander. Die geur. Zo lekker. Oh, deze wil ik nog wel een keer de douche gel en de body lotion van. Maar ik moet een jaar wachten. Voor mijn shopverbod voorbij is. En misschien hebben ze hem dan niet meer. Maar goed, ik vond hem echt super lekker. Ik heb hem met heel veel plezier gebruikt. De enige douche gel die ik heb opgemaakt. Geloof je dat ik heb 1 douche gel opgemaakt? 1. Hoe top is dat? Is deze van Yves Rocher met koffiegeur. Dit is serieus, zonder overdrijven. Een van de lekkerste douchegels die ik ooit heb gebruikt. Ik zou willen dat ik er nog 10 kon kopen. Maar dat mag niet, want ik heb een shopverbod. En ik maak daarvoor geen uitzondering. Ook niet voor de lekkerste die ik bijna ooit heb gebruikt. Mijn haarproduct dat ik vergeten was, is dit haarverf ding. Van Schwarzkopf Life Color XXL. Ik heb mijn haar weer geverfd. Het is er alweer bijna uit. Maar ik ga dadelijk weer even opfrissen met zo'n color refresher van Sios. En deze vond ik prima. Helemaal niks op tegen. Kijk, waar ga ik dan mee verder? Ik heb nog een deo, nou niet opgemaakt, maar deze doe ik weg. Want als ik deze onder mijn oksel spoot, dan gingen we onze brandalarm af. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Hier stonden mijn oksels van in brand. En dat is ook niet raar, want het tweede ingrediënt is alcohol. Het eerste ingrediënt is butane, dus dat is een gas. Dus je spuit gewoon letterlijk alcohol op je oksel. En dat vond mijn oksel niet fijn. Die riepen, nee, niet doen. De geur was heel lekker, maar ik moet niks met die alcohol. Weg ermee. Dit product nog van de Body Shop. Het enige product van de Body Shop. Dank u. Echt hartstikke goed van mezelf. Dit was een handcreme. Heb ik bij de thuiszorg gebruikt. Ik werk nou niet meer bij de thuiszorg, want ik heb een baan. Maar deze was echt super lekker. Ik kan hem niet meer opnieuw kopen, want het was een kerstcollectie. 2 kaarsen. En dan nog 4 producten en dan zijn we klaar. Bolsjes. Kaneel. Heel lekker. Is met oud en nieuw opgegaan. En eentje van de IKEA. Het lontje is te kort geworden. Dus hij kan niet verder opgebrand worden. Er zit nog wel iets in, maar dat is zo weinig dat ik daar ook niet moeite voor ga doen om dat dus nog te doen. Dan heb ik nog een pakje wattenschijfjes van de Macro. Prima. Niks op aan te merken. En dan nog 3 make-up producten.
tam-tam-tam, iets waar ik trots op ben, dat het op is. Mijn eerste foundation. Dit is de eerste high-end foundation die ik kocht en ook de eerste foundation ooit die opgaat. Dit is de Naked Skin van Urban Decay Weightless Ultra Definition Liquid Makeup. Hij was heel liquid, heel vloeibaar en te donker, want het is shade 3,5. Hij was echt heel fijn in gebruik en ik koop hem niet opnieuw, denk ik, want ik heb nog 20.000 foundations staan. Een poedertje van Essence, de All About Matte Fixing Compact Powder. Er zit nog een randje in, maar dat is gewoon niet meer werkbaar. En dat is opvallend, want meestal als hij immers de pen heeft, dan gaat hij stuk en dan gaat ook het randje kapot en dan krijg je dat er niet meer uit. Maar ik beschouw hem gewoon eens op, want het is gewoon niet meer werkbaar. Het laatste product is de L'Oreal Le Blush in de kleur 165. Heeft dat ook een naam? Rose Bon Mine. En deze is niet op. Ja, hij is wel op. Maar ik heb hem in mijn tas gehad en hij is kapot gegaan in mijn tas. Baal ik zo van, want ik had hem meegenomen naar mijn stage en ik heb mijn tasje laten vallen en hij was kapot. Ik heb hem bijna op stage, bijna iedere dag gebruikt, want of ja... Iedere dag dat ik geen make-up op had, had ik hem gebruikt. Want dan deed ik me op stage even snel opmaken. Want ik hou niet van opgemaakt. In het begin denk ik dan van, oh, het is morgens vroeg. Het is 6 uur. Oh, ik heb geen zin in make-up. En dan ga ik zo naar stage en dan heb ik de eerste cliënt gedaan. En dan denk ik, ik ben echt lelijk zonder make-up. Valt best mee op zich. Maar goed, dat zit dan in mijn hoofd. En dan heb ik deze dus gebruikt met een poeder foundation. Heel jammer, want ik vond hem heel fijn. Dit was het. Het zei altijd is niet al te veel. Dat kan alleen betekenen dat het volgende maand heel veel gaat worden. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Zou je alsjeblieft willen abonneren? Rode knop. Dank je. Helemaal goed. Top. En heel graag tot de volgende keer.